Er werd suikerziekte vastgesteld bij uw huisdier. Dankzij een aangepaste behandeling en regelmatige controle bij de dierenarts kan uw dier nog een gezond leven leiden. U kunt de suikerziekte van uw huisdier onder controle houden dankzij de vetpen, een insulinepen die speciaal ontworpen werd voor honden en katten met suikerziekte. Deze video zal u stap voor stap uitleggen hoe u de vetpen dient te gebruiken om de suikerziekte van uw huisdier onder controle te houden. De vetpen bestaat in twee groottes. De grootte die u zal gebruiken hangt af van de dosis die uw dierenarts voorschrijft voor uw dier. Welke grootte u ook gebruikt, de gebruiksinstructies van de vetpen blijven dezelfde. We kijken nu eerst naar elk onderdeel van de vetpen. De pendop moet verwijderd worden vooraleer er een naald op de pen geplaatst wordt en vooraleer de pen klaargemaakt wordt voor gebruik. De penhuls is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudig gebruik. De doseerknop laat toe een precieze dosis in te stellen door eenvoudig te draaien aan de dosisindicator. Hierdoor wordt de kans op fouten verminderd, omdat het niet meer nodig is om manueel een dosis op te trekken met een spuit. Probeer nooit de doseerknop terug te draaien. Dit kan de pen beschadigen en leiden tot een onnauwkeurige dosering. De doseerknopadapter kan gebruikt worden om een betere houvast te hebben wanneer de dosis geselecteerd wordt. De ontspanner wordt gebruikt om insuline te injecteren in uw huisdier nadat de naald door de huid van het dier gebracht werd volgens de instructies van uw dierenarts. De interne zuiger wordt losgemaakt door de ontspanner in te drukken en zo even vast te houden. Hierdoor komt een kleine hoeveelheid insuline naar buiten. Het opzetstuk voor de ontspanner kan gebruikt worden om een betere houvast te hebben tijdens het inspuiten. Het insulinepatroon laat u toe om meerdere dosissen toe te dienen. Wanneer alle insuline opgebruikt is, kan u gewoon het lege patroon verwijderen en een nieuw patroon inbrengen. Let wel, de vetpen is enkel ontworpen voor gebruik met patronen die 40 eenheden per milliliter insuline bevatten. Wanneer u op de ontspanner drukt, zal de interne zuiger tegen de kleine rode stop op het einde van de interne zuiger duwen en zo insuline via de naald naar buiten brengen. De stevige patroonhouder beschermt het insulinepatroon tegen mogelijke beschadiging tijdens bewaring en transport. De getallen op de patroonhouder zelf geven aan hoeveel eenheden insuline er nog in het patroon zitten. Hou hiervoor de vetpen verticaal met de naald naar beneden. Voor de vetpen worden ultrafijne naalden gebruikt met een speciaal siliconen laagje, waardoor ongemak voor uw huisdier zo klein mogelijk gehouden wordt. De vetpen kan enkel gebruikt worden met 29 gauge 12 mm naalden. Elke naald zit om veiligheidsredenen verpakt in twee afzonderlijke beschermdoppen. Met behulp van de naaldverwijderaar verwijdert u op veilige wijze gebruikte naalden, waardoor het risico op zelfinjectie zo klein mogelijk gehouden wordt. We zien nu hoe de vetpen moet voorbereid worden om insuline toe te kunnen dienen aan uw huisdier. We beginnen met het plaatsen van een insulinepatroon in de vetpen. Verwijder eerst de pendop. Schroef vervolgens de penhuls van de patroonhouder. De pijl op de penhuls moet naar nul wijzen. Dit is de startlijn op de doseerknop. Als dit niet het geval is, drukt u op de ontspanner. Controleer of de interne zuiger volledig ingetrokken is. Als dit niet zo is, draai de interne zuiger terug. Hou het onderste witte deel van de penhuls vast tussen duim en wijsvinger en draai de penhuls van de vetpen zachtjes in wijzerzin tot de zuiger volledig ingetrokken is. Vooraleer u het patroon inbrengt, draai het minstens 10 keer om tot u een uniform melkachtige insuline bekomt.
Gebruik het patroon alleen wanneer de insuline uniform melkachtig is na het mengen. Breng het patroon in door de metalen dop eerst in de patroonhouder te schuiven. Schroef daarna de patroonhouder en de penhuls voorzichtig maar stevig aan elkaar. Vooraleer u de eerste dosis insuline klaarmaakt, moet u de vetpen voorbereiden om lucht uit het patroon te verwijderen en er zeker van te zijn dat de pen correct werkt. Neem een nieuwe naald en verwijder de beschermfolie. Schroef de naald op de vetpen en verwijder de buitenste beschermdop van de naald. Breng de pendop terug aan op de vetpen om de naald te bedekken. Meng nu de insuline door de vetpen 10 keer op en neer te draaien. Draai 1 eenheid met de doseerknop. Verwijder dan de pendop van de vetpen en de binnenste beschermdop van de naald. Hou een proper en droog doekje bij de hand om insuline die uit de naald kan komen tijdens het voorbereidingsproces weg te vegen. Hou de pen vast terwijl de naald naar boven wijst. Tik enkele keren zachtjes tegen het patroon om luchtbellen naar boven te drijven. Duw de ontspanner in de richting van de naald totdat de pijl op de penhuls naar de startlijn wijst op de doseerknop. Herhaal deze stappen terwijl de naald van de vetpen naar boven wijst, tot u geen lucht meer ziet in het patroon en tot er insuline uit de naald komt. Het is mogelijk dat u deze stappen verschillende keren moet herhalen. De vetpen is nu klaar voor gebruik. De insuline van uw huisdier is nu klaar om geïnjecteerd te worden. Controleer of de pijl op de penhuls naar de startlijn wijst van de doseerknop. Draai de vetpen minstens 10 keer om de insuline te mengen. Draai aan de doseerknop om het aantal eenheden in te stellen zoals voorgeschreven door uw dierenarts. Controleer of de pijl naar het correcte aantal eenheden wijst op de doseerknop vooraleer u verder gaat. Als u per ongeluk een te hoge dosis selecteert, verwijder deze foute dosis insuline op een veilige manier en selecteer de correcte dosis. Probeer de doseerknop alleszins niet terug te draaien naar een lagere dosis. Dit kan de vetpen beschadigen en leiden tot een onnauwkeurige dosering. Insuline-injecties worden meestal onder de huid gegeven op 2 tot 5 centimeter van de middenlijn van de rug van uw huisdier, ter hoogte van de flanken. Het wordt aanbevolen om iedere keer een andere injectieplaats te gebruiken. Zoals hier getoond wordt, kan u uw huisdier een injectie toedienen in het gebied tussen de schouderbladen en het midden van de onderrug. Steek de naald door de huid. Gebruik hierbij de injectietechniek zoals uw dierenarts die aanbevolen heeft en druk op de ontspanner in de richting van de naald. Hou de ontspanner ter plaatse tot de pijl van de penhuls op de startlijn van de doseerknop terugvalt. Hou de naald gedurende minstens 5 seconden ter plaatse door traag tot 5 te tellen, om zeker te zijn dat de volledige dosis toegediend is. Daarna kan u de naald uit de huid trekken. Als de doseerknop blokkeert vooraleer de startlijn terug ter hoogte van de pijl staat, dan heeft uw huisdier niet de volledige dosis gekregen. Als uw huisdier slechts een deel van de dosis gekregen heeft, of uw huisdier trekt zich weg vooraleer u tot 5 geteld heeft, dien dan niet opnieuw insuline toe. Wacht en geef uw huisdier zijn gewone dosis bij de volgende toediening. Bij de kat volgt u dezelfde injectietechniek zoals aanbevolen door uw dierenarts. Na de inspuiting verwijdert u de naald door de naaldverwijderaar erop te zetten en de naald uit te draaien. Duw op het blauwe uiteinde van de naaldverwijderaar om de naald los te maken. Controleer altijd of de naald van de pen verwijderd werd. Plaats de pendop terug op de vetpen. Voor de volgende injectie kan u het voorbereidingsproces overslaan zolang er geen luchtbellen in het patroon zitten. Bij het plaatsen van een nieuw patroon dient u de vetpen echter wel steeds voor te bereiden.
Nu tonen we hoe u het insulinepatroon vervangt. Om accidentele verwonding te voorkomen, controleer of de naald verwijderd werd vooraleer u het patroon vervangt. Draai de patroonhouder van de penhuls en verwijder het patroon. Schroef de interne zuiger terug door het onderste witte gedeelte van de penhuls tussen uw duim en wijsvinger te houden en de penhuls zachtjes in wijzerzin te draaien tot de zuiger volledig teruggeschroefd is. U bent nu klaar om een nieuw patroon te plaatsen zoals eerder getoond. Als de doseerknop niet terugkeert naar de startlijn en er geen insuline uit de naald komt na het voorbereiden, dan moet u de naald en het patroon controleren. De naald die u gebruikt kan geblokkeerd zijn. Verwijder de naald die nu op de vetpen zit op een veilige manier met de naaldverwijderaar en plaats een nieuwe naald. De tweede mogelijkheid is dat de interne zuiger vastzit. Om dit probleem op te lossen, plaatst u eerst de buitenste beschermdop terug op de naald. Schroef vervolgens de penhuls van de patroonhouder. Duw de ontspanner in de richting van de interne zuiger en hou deze zo tot de startlijn op de doseerknop terugkeert naar de pijl op de penhuls. Vervolgens selecteert u twee eenheden met de doseerknop zonder dat u de vetpen terug in elkaar schroeft. Duw de ontspanner in de richting van de interne zuiger en hou hem ter plaatse totdat de startlijn op de doseerknop naar de pijl terugkeert. Zonder de interne zuiger terug te draaien, schroeft u de patroonhouder zachtjes maar stevig vast op de penhuls. Hierdoor komt de patroonzuiger vrij en wordt een beetje insuline naar buiten geduwd. U kan nu de vetpen voorbereiden en klaarmaken voor gebruik. Volg deze veiligheidsvoorschriften bij ieder gebruik van de vetpen. De vetpen moet altijd gebruikt worden in overleg met uw dierenarts. Controleer altijd of de vetpen voorbereid werd voor gebruik. Controleer voor elke injectie of de insuline correct gemengd werd en of de naald niet geblokkeerd is. Er wordt voor elke injectie best een nieuwe naald gebruikt. De naald is ontworpen voor eenmalig gebruik en moet na elke injectie verwijderd worden. Raadpleeg uw dierenarts indien u moeilijkheden heeft met het inspuiten van uw huisdier, als u bezorgd bent om uw huisdier of als uw huisdier niet lijkt te reageren op de behandeling. Bewaar uw insulinepatronen rechtopstaand in de koelkast en bescherm ze tegen licht. Laat ze niet bevriezen. De vetpen moet altijd bewaard worden met de pendop en zonder naald. Vetpen met patroon niet in de koelkast bewaren. Om de vetpen te reinigen gebruikt u een vochtige doek. Spoel de pen niet af onder water. Het startpakket van de vetpen bestaat uit een reistas om uw vetpen mee te dragen wanneer u weggaat. In de reistas kan u de vetpen, de naalden, de naaldverwijderaar en de insuline bewaren. U bent nu klaar om de vetpen te gebruiken bij de behandeling van de suikerziekte van uw huisdier. Uw huisdier kan een gezonde en actieve levensstijl blijven genieten dankzij het ondersteunend advies van uw dierenarts, een aangepaste behandeling, gepaste voeding en beweging. Praat met uw dierenarts indien u vragen heeft over de behandeling van de suikerziekte van uw huisdier.